Hey guys! Vorige week woensdag ben ik 20 jaar geworden. En vroeger dacht ik dat als je 20 jaar was, dat je dan echt super volwassen was. Natuurlijk zijn er wel dingen in je leven die veranderen als je ouder wordt. Maar ik kan je in ieder geval vertellen dat je nog lang niet helemaal volwassen bent als je 20 jaar bent. Ik vind mezelf inmiddels niet echt een meisje meer. Ik vind mezelf ook nog geen grote volwassen vrouw. Maar wat ik nu in ieder geval zeker weet is dat ik 20 jaar ben. Geïnspireerd door de video van Cardi Klaas, wat trouwens mijn meest favoriete YouTuber op het moment is, ga ik jullie vertellen over 20 levenslessen die ik heb geleerd in 20 jaar. Let's begin! 1. Je hoeft jezelf niet te veranderen voor een ander. Alleen maar als je dat zelf heel graag wil. 2. Met een negatieve houding kom je nergens. Het betekent niet dat je met een positieve houding wel opeens van alles bereikt. Maar een positieve houding draagt wel bij aan hoe je je voelt en dus ook hoe je presteert. 3. Je moeder heeft eigenlijk bijna altijd gelijk. Of in ieder geval geldt dat voor mijn moeder. Sowieso is het over het algemeen zo dat ouders het beste met je voor hebben, want jij bent nou eenmaal een kind en ze houden van je. 4. Een YouTube kanaal beginnen is geen tijdverspilling. 5. De standaardweg waar je over wordt verteld op school, door je ouders en op tv, is niet voor iedereen weggelegd. Misschien ben jij wel iemand die jouw doel pas bereikt als je even een zijstraatje neemt. Zolang je maar bij je einddoel komt, is daar niks mis mee. 6. Niet iedereen hoeft je leuk te vinden en niet iedereen gaat je ook leuk vinden. Dat is misschien een beetje stom, maar het is wel onvermijdelijk. 7. Lees veel over de dingen die je interesseren. Je kennis verbreden is altijd goed en daarbij is het ook echt hartstikke leuk. 8. Als je in de auto zit en je hebt honger, stop dan bij een tankstation waar ze een daily to go hebben. Want dat zijn echt de lekkerste broodjes voor onderweg. 9. Iedereen is wel eens onzeker. Je bent echt niet de enige. Iedereen heeft wel iets waar die onzeker over is. Ook celebrities, ook het populairste meisje van de klas. Iedereen. 10. Wees altijd aardig tegen iedereen. En de mensen die echt heel erg gemeen tegen je zijn, geef daar gewoon geen aandacht aan. Geen positieve en geen negatieve aandacht. Dat is meestal de beste manier om het op te lossen. Nu kan ik natuurlijk niet meer met mijn handen dit doen. Oké. 11. Er gaat een dag komen dat je wel ergens bij hoort. Misschien duurt het kort voordat het gebeurt, misschien duurt het lang, maar het gaat in ieder geval gebeuren. 12. Wanneer je droevig bent, kijk dan puppyvideo's. Die maken je blij. 13. Kies altijd het eerste gerecht wat je aandacht trekt op de menukaart, want meestal is dat ook het lekkerste. 14. Verlegen zijn en introvert zijn is niet erg. Het zit nou eenmaal in je en jij hebt waarschijnlijk dingen die je weer beter kan dan een extravert persoon. 15. Dans, zing en lach. Dat zijn echt 3 van de beste medicijnen van de wereld. 16. Veel mensen gaan je vertellen dat je iets niet kan. Je mag altijd openstaan voor kritiek of advies, maar als jij denkt dat je het kan, dan moet je er ook voor gaan. 17. Wees niet bang voor het onbekende, maar ontdek het juist. Je zal versteld staan van wat je durft door enkel te doen. 18. Probeer eens een keertje elke smaak van de ijssalon in plaats van altijd voor vanille te kiezen. 19. Dromen kunnen werkelijkheid worden en hoeven niet alleen maar in je hoofd te blijven zitten. En dan uiteindelijk 20. Je bent een compleet mens. Er is natuurlijk altijd ruimte voor groei. Maar jij bent jij al. En jij bent compleet zoals je bent. Dit waren levenslessen die ik heb meegenomen uit deze afgelopen 20 jaar op deze aardbol. Maar misschien kan jij ze ook meenemen in je verdere leven. De serieuze en wat minder serieuze lessen. Ik hoop in ieder geval dat het nog heel erg lang duurt voordat ik ga balen van het feit dat ik ouder word. Als dat gebeurt, dan zou ik dat echt treurig vinden. Want op dit moment kijk ik juist enorm uit naar de toekomst en alles wat die toekomst gaat brengen. En ik hoop echt met heel mijn hart dat jullie dat ook doen. Ik ben heel erg benieuwd wat de beste levensles is die jij ooit hebt geleerd. Laat het vooral achter in de comments. En dan zeg ik heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En ik zie jullie maandag weer met een nieuwe Tea Time. Heel veel hartjes. Doei doei!